Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Of gewoon met de auto. Ja, wedstrijd van start hier. Groningen meteen in de aanval. Frank van den Burg, die koppend zijn werk doet. En nogmaals. Prachtige beweging daar. Balletje tussendoor, hakje. Niets aan de hand, zegt de scheidsrechter. Ja, wat voor een middag gaat het worden, Maarten. Ja, je moet eerst je ding doen hier. En dat is winnen. Ja. Linkspoot, nummer 58, denk ik. Zet er mooi voor. Dat klopt. Dus Daniel van Kaam. Handjes in de zij, allebei. Met gevoel. Scherp daar, hoor. Moet Joren van Zanten hoog wegkoppen. Gaat ten koste van een hoekschop. Voetbal. Kijk eens. Meteen meldt hij zich daar. Hensbal? Nee. Komt Jong FC Groningen hier al snel op voorsprong. En dat valt heel zwaar hier. Niet echt goed opletten van... Het leek me ook wel dat de bal met de hand beroerd werd. Maar... Dat heb ik niet gezien. Loopt DVS weer snel tegen een achterstand op. Vorige keer ook. Benjamin Romion, maar daar is Kellyan van der Kaap. En daar kan... Nu dan. Dit moet scoren! Oliver Pilon. Uitgelezen mogelijkheid en een overtreding van Benjamin Romion. Gaat dat? Scherpe bal, hoor. Potverdikkem en dan staat het hier gewoon 0-2. Wat een fantastische voorzet, hoor. Zo. Bij de tweede paal kan Matthijs Hardijk de 0-2 scoren. Het is gewoon een hele goed gezien dat die Haddad hier vertrok. En die geeft een hele scherpe bal. Die eerste schampt hem nog. De tweede staat bij de... Dat is Matthijs Hardijk. En die maakt 0-2. Daar gaat Groningen weer. Via Matthijs Hardijk de doelpunten maken. Kijk eens hoe die op het doel afstevend. Paul Epping. Paul Epping die daar niet aangezeten heeft. Niks op aan te merken op het spel van Groningen. Geven weinig kansen weg. En, stuk voor stuk zijn het jonge voetballers. Maar het zit aardig in elkaar. Kijk eens. Dat is die Saline. Ook weer zo'n een of andere Scandinaaf die volgend jaar of die over een paar jaar gaat verwelkomen in de Eredivisie. En daar komt de 3-0. De 0-3 hier. Heel makkelijk gescoord door... op aangeven van Saline. Ja, dan mag je toch wel zeggen dat het seizoen als een nachtkaars uitgaat hier. Dennis Hollard krijgt zijn publiekswissel. Het publiek gaat hier ook staan. En, mooi moment voor hem. Mooie carrière gehad. Maar wel zuur dat je dan... op deze manier afscheid moet nemen van je publiek. Nee. Hamstring. Terwijl de speaker even een beetje humor erin brengt. De mensen van Jong FC Groningen die kijken naar de speaker hoor, van wat krijgen we nou? Maar het was erg komisch. Hij zat erop te wachten. Ik zag ook de verzorger opveren van nu is mijn moment, ik sprint er naartoe. Terwijl het voor Van der Kaap niet heel, ja die gaat eraf denk ik. Krijgt die bal terug. Gaat de 16 meter binnen. Gaat kappen. Gaat schieten.
Paul Epping. Oh, Paul Epping. Deze bal had ik kunnen hebben. Zuur is dat, zeg. Vooral speciaal voor hem. Die bal had hij kunnen hebben. Of niet, Maarten? Zijn assistent ook. Nu dan. Paul. Zoekt de ruimte. Gaat schieten. Kijk, schiet er even die. Toch even een goaltje binnen nog, hoor. Ah, buitenspel. Buitenspel. Wat krijgen we nu dan? Overleg op hoog niveau. Oh, kom mijn tweede telefoon keer de telefoon. Naar beneden, Mieter. Gewoon doelpunt. Komt die hoekschop. Een appje. Dat ook. Oeh, ja, die gaat door de benen. Valt van er Paul nog weer Epping. In. 5-1. En ook Paul is inderdaad een speler die nog aan het lijstje toegevoegd kan worden. Die gaat vertrekken. Christian van Ussen gaat die bal er nog één keer terug gooien. En hier is het ook afgelopen. DVS verliest deze wedstrijd. De laatste wedstrijd van dit seizoen met 1-5 van Jong Groningen. En wordt derde. Is er gewoon een schrale troost op de wonden voor wat je van tevoren had bedacht, Maarten. Ja, dit is anders dan we hadden gehoopt. Zullen we nog een gelukswens doen aan onze kijkers? We wensen jullie allemaal een mooie zomer. Ja. Veel geluk nog bij de teams of de clubs die nog na competitie spelen. Felicitaties vanuit Ermelo naar Noordwijk, kampioen Quick Boys, Hoek en ASWH voor de winnen van de titel en de periodetitels. Heel netjes. En wij zijn volgend jaar weer terug. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En bedankt voor het kijken. Tot ziens. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.